In deze video gaan we kijken naar 5 plekken waar jij het beste je spaargeld neer kunt zetten. Dit is waarschijnlijk je spaarrekening en 4 andere alternatieven. En we gaan deze met elkaar vergelijken op 3 punten: veiligheid, bereikbaarheid en rendement. En we sluiten deze video af met, afhankelijk van welke situatie jij je bevindt, welke van deze 5 het beste bij jou past. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dit onderwerpen die jou interesseren, vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Maar in deze video gaan we dus kijken naar 5 plekken waar jij het beste je spaargeld neer kunt zetten. En zoals gezegd gaan we verschillende dingen beoordelen. Ten eerste is dat de veiligheid van een product. Dus hoe betrouwbaar is je geld op zo'n locatie? We doen het allemaal op basis van 5 punten die je kunt behalen. En hoe meer punten je scoort op basis van die 5, hoe beter het product is. Kijken we naar de beoordelingen voor de veiligheid, dan hebben we dus 5 stappen. Het tweede punt is de bereikbaarheid van je geld. Oftewel, hoe snel kun je bij je geld? Nou, 5 sterren, dat is dus het beste wat je kunt behalen. En dat zou je zeggen, zeg maar binnen 24 uur kun je je geld hebben. Bij 4 sterren is dat binnen 7 dagen. Kijken we naar 3 sterren binnen een maand. 2 sterren binnen 6 maanden of 1 ster als het langer dan 6 maanden duurt om je geld terug te krijgen. En we eindigen de beoordeling met het rendement. Ook hier gaan we dus 5 sterren uitdelen. En dit doen we op basis van het percentage van het rendement dat je kunt verwachten. 1 ster voor 0 tot 2% rendement. 2 sterren van 2 tot 4% rendement. 3 sterren van 4 tot 6% rendement. 4 sterren voor 6 tot 8% rendement. En alles hoger dan 8% rendement wat we verwachten krijgt 5 sterren. Nu we weten hoe we de producten gaan beoordelen, beginnen we met het eerste product. En dat is de beste plek voor je spaargeld is waarschijnlijk in het begin in ieder geval een spaarrekening. Op dit moment krijg je bij mijn bank, Rabobank, 0,03% spaarrente per jaar. Nou, dat is gewoon heel erg weinig. Dat wil dus zeggen als je 1000 euro in het begin van het jaar erop zet, dat je aan het einde van het jaar 30 cent rente hebt ontvangt. Dat is gewoon een heel erg laag bedrag. Maar je zult merken dat je natuurlijk op een spaarrekening wel heel veel zekerheid hebt. Nou kun je natuurlijk ook voor een andere bank kiezen, bijvoorbeeld Leaseplanbank. Zij bieden 0,35% aan bij flexibel sparen. Dat is in ieder geval een stuk beter dan bij de Rabobank. Dus mocht je voor kiezen om spaarrekening te gebruiken zou bijvoorbeeld een alternatief zijn Leaseplanbank. Nou, gaan we dit product dan beoordelen, de spaarrekening? Dan kijken we eerst naar de veiligheid. Nou, die scoort 5 uit 5. Omdat zeker tot 100.000 euro vallen bankrekeningen meestal onder het depositogarantiestelsel. Oftewel de staat staat garant voor als er iets misgaat met die bank dat de rekeningen tot 100.000 euro worden vergoed. Dus daarom kun je eigenlijk zeggen dat in dit soort gevallen, en vanuitgaan dat je nooit meer dan 100.000 euro op een spaarrekening zet, dat is ook niet aan te raden vanwege het rendement, de lage rente die je ontvangt, wordt dus eigenlijk altijd al je spaargeld vergoed. En vanwege die garantie die je hebt, beoordelen we dit met 5 sterren. Kijken we naar de bereikbaarheid, dan wil het zeggen, je kunt je geld vaak binnen enkele minuten al vanuit je spaarrekening naar je betaalrekening overmaken. Dit valt dus binnen de 24 uur, dus hier scoren we ook weer 5 punten op. Dus 5 punten voor de bereikbaarheid. Kijken we dan naar het rendement, zoals gezegd 0,03 of als je naar Leaseplanbank gaat bijvoorbeeld 0,35%. Maar nog zeker onder de 2% die je nodig hebt om naar de tweede ster te gaan. Dus bij dit beoordelen we het met 1 ster. Kijken we dan naar de volgende plek voor je spaargeld, dan kun je zeggen naar een depositorekening. Dat wil zeggen dat je je spaargeld op een rekening zet, maar dan voor een langere tijd wat vastzet. Dit kan bijvoorbeeld bij de Rabobank voor 30 dagen of 90 dagen. Bij 90 dagen krijg je 0,13% rente. Dus dat is ongeveer 4 keer zoveel als bij een gewone spaarrekening. Kijken we nou weer naar Leaseplanbank. We kijken hier trouwens naar omdat het vanaf 1000 euro is. Er zijn ook aanbieders die meer rentepercentage geven. Maar dan moet je voor 5, 10 of 20.000 euro investeren. Of in ieder geval op je rekening zetten. Leaseplanbank is dan gewoon wat toegankelijker vanaf 1000 euro. En daar krijg je, als je het een jaar lang vastzet, 0,65% rente. Nou, ook hier is de beoordeling voor de veiligheid weer 5 uit 5. Omdat dit nog steeds onder dezelfde garantiestelsel valt als de spaarrekening. De bereikbaarheid is natuurlijk wel een punt waar het op gaat veranderen. Omdat je je geld voor een langere tijd vastzet, is het zo dat je dus je geld niet zomaar bereikbaar is zoals bij een spaarrekening. Je kunt het niet binnen enkele minuten overmaken. En kijken we dan naar bijvoorbeeld, dit wordt pas echt interessant eigenlijk als je het een jaar of langer vastzet. Beoordelen we daarom dit punt met 1 ster, omdat het langer dan 6 maanden duurt om je geld terug te krijgen. Je kunt je geld wel eerder terugkrijgen, maar dat is alleen als je gaat scheiden, failliet geraakt of andere soort moeilijke omstandigheden. Dus daar wil je eigenlijk geen rekening mee houden. Dus vandaar 1 ster. En alhoewel het rendement al iets hoger is, dus 0,65% bij 1 jaar vastzetten, is het nog steeds
onder die 2% die we nodig hebben voor de tweede ster. Dus ook hier is een 1 ster voor het rendement. Je zou er ook voor kunnen kiezen om je geld te investeren, je spaargeld te investeren via crowdfunding. Daar heb ik al eerder een video over gemaakt, ik zal hem hier even plaatsen. Maar dat wil zeggen dat je eigenlijk je geld in een project steekt. Dit kan bijvoorbeeld de cafetaria op de hoek van de straat zijn bij jou, die geld nodig heeft voor een verbouwing of uitbreiding. En die gaat dan in plaats van bij een bank, gaat die bij particulieren zoeken. Nou, er zijn verschillende websites die dat aanbieden. Geld voor elkaar en Lender Spender gebruikte ik de vorige keer in die video. En natuurlijk is het zo dat je, omdat je geld uitleent, je een hoger percentage kunt verwachten dan bij bijvoorbeeld je spaarrekening. Maar kijken we dan naar de veiligheid van dit product, dan zou ik zeggen 3 van de 5 sterren. Omdat het is zeg maar 50-50 of je je geld terugkrijgt. Die kans is aanwezig natuurlijk groter dat je het geld terugkrijgt. Maar dat kan altijd misgaan. Vandaar dat ik maar 3 sterren hieraan geef. Kijken we naar de bereikbaarheid, dan heb ik ook 3 sterren. Omdat je zou zeggen, in veel situaties zit je geld voor een langere tijd vast. Dan kan er bij Lender en Spender wel zo zijn dat je je geld er tussentijds uit kunt halen. Maar dan kunnen ze ook een opnamelimiet toeleggen. En ze vragen een kostenvergoeding. Dus 1% van het geld wat je eruit haalt. Dus vanuit daar zou ik zeggen 2 sterren. Misschien 3 van de 5 sterren. Omdat het geld in tegenstelling tot spaargeld dus moeilijker is terug te halen. En dat het eigenlijk voor een langere tijd vaststaat. Nou, kijken we nou naar de rendementen. Dan kun je een beetje verwachten tussen de 4% en 5% op dit soort dingen. En vanuit daar ook hiervoor 3 sterren. 3 van de 5 vanwege het rendement dat je kunt verwachten. De vierde plek voor je spaargeld zijn obligaties. Dit zijn eigenlijk leningen aan bedrijven of aan de staat. Het kan bijvoorbeeld de Nederlandse staat zijn die geld nodig heeft ergens voor. En die gaan dan een lening uitschrijven. Obligaties zijn zo dat het vooraf vastgesteld is welk rentepercentage jij ontvangt. Dus die zekerheid van het rendement die heb je al. En zeker bij een staatsobligatie is natuurlijk de zekerheid dat je betaald krijgt heel erg groot. Dus gewoon eigenlijk 100%. Want mochten ze nou geen geld genoeg hebben om te betalen, dan zullen ze zien dat ze op een andere manier geld gaan verzamelen. En dat kan bijvoorbeeld zijn door de belasting in het land te verhogen. Dus de kans dat je een Nederlandse staatslening of staatsobligatie terugbetaald krijgt is zowat 100%. Dan gaan we dus dit product beoordelen. Dan kijken we in ieder geval naar de veiligheid. Zoals gezegd, die is zeker hoger dan 95%. En vanuit daar 5 sterren voor de beoordeling, voor de veiligheid. Kijken we dan naar de bereikbaarheid. Dan is dit een beetje afhankelijk van de beurs waarop je het verhandelt. Obligaties worden namelijk net zoals aandelen op de beurs verhandeld. Dus je kunt ze vandaag kopen. Je kunt ze vaak ook verkopen. Binnen 24 uur, ja, als de beurs open is. En als er iemand bereid is jouw aandeel te kopen tegen de juiste prijs natuurlijk. En omdat ik hier een beetje tussen twijfel. Ja, het kan ooit zijn dat je niet binnen 24 uur verkocht krijgt. Maar wel zeker binnen een week. Kun je dus zeggen dat je 4 of 5 van de 5 sterren hierop toe kunt dienen. En als we gaan kijken naar rendement. Nou, die staat zoals gezegd bij obligaties van tevoren vast. Je weet dat je bijvoorbeeld 3, 4, 5, ooit 7% rente krijgt. Afhankelijk van het bedrijf of het land waarvan je dus de obligatie hebt. Maar je kunt wel verwachten dat dit zeg maar tussen de 4 en 6% ligt. En vanuit daar gezien krijg je dus 3 van de 5 sterren voor de obligatie voor het rendement. De laatste plek voor je spaargeld die voor veel mensen toegankelijk is aandelen. Je kunt je geld gaan beleggen. Nou, aandelen kun je dus eigenlijk een eigendomsbewijs kopen in een bedrijf. En je hebt dan recht dus op eventuele winstuitkering. En je kunt stemrecht verkrijgen. Dus je hebt iets te zeggen tijdens een ledenvergadering. Dan zal het met 1 of 2 aandelen niet zoveel uitmaken. Zeker bij een bedrijf als Apple die er 5 miljard heeft, heb je dan eigenlijk nog maar heel weinig stemrecht. Maar het zou wel kunnen dat je naar een vergadering gaat en daar je stem uit mag brengen. En zoals gezegd, wanneer een bedrijf winst maakt en dit uit gaat keren, heb je recht op een gedeelte van die winst. Meer informatie over aandelen heb ik al eerder een video over gemaakt. Ik zal hem ook wederom hier in deze hoek linken. Maar wanneer je gaat kiezen om je spaargeld te gaan investeren of te gaan beleggen dus in aandelen, dan is het vaak interessant om dividendaandelen uit te kiezen. Dit zijn dus dividend is dus die winstuitkering. Zo zijn er bepaalde bedrijven die al vaak grote namen zijn, die al langere tijd grote namen zijn. Dus iedereen kent die bedrijven. Ik noem maar iets Procter & Gamble of Apple. Daar weet je vaak van. Die gaan dit jaar of dit kwartaal zoveel dividend uitkeren. En dat zijn aandelen die je dan vaak wil kopen. Omdat het ten eerste stabiele koers heeft vaak. En ten tweede weet je dat je behalve eventuele koersstijging dus ook dividend kunt ontvangen elk kwartaal. En de dividend hangt een beetje af van het aandeel dat je koopt. Maar dat kan dus wel enkele procenten zijn, tot ooit 7-8% zelfs wel. Nou, gaan we dan het aandeel beoordelen op de veiligheid, dan zou ik kunnen zeggen, net zoals bij crowdfunding is het zeg maar 50-50. Een aandeel kan meer waard worden, een aandeel kan ook zakken, ligt een beetje aan de markt waarin het verkeert. Kijken we naar de bereikbaarheid, dan is dit weer hetzelfde als bij obligaties, aangezien ze op de beurs verhandeld worden, ben je ze meestal wel binnen 24 uur kwijt, zeker tegen een goede koers zeg maar. Maar het kan zo zijn dat de beurs niet open is, of dat je
niemand ze wil kopen omdat een of andere reden, slecht nieuws. Dan kan het zo zijn dat je het wel langer duurt wat je aandeel kwijt bent. Dus vanuit daar, binnen een week ben je het al kwijt, zeg ik 4 of 5 van de 5 sterren. Kijken we nou naar het rendement, dan is het een beetje afhankelijk van welk bedrijf en welke sector natuurlijk. Dividendaandelen hebben vaak al enkele procenten. Als je daar vaak nog de koersstijging bij optelt, dan kom je al zeker richting de 7%. Kies je nou voor indexfondsen of ETF's, dat je de hele beurs volgt, de hele markt, of ja, bijvoorbeeld de Amerikaanse beurs, dan zul je zien op lange termijn hebben die een gemiddeld rendement van 7% per jaar. Nou, omdat dit tussen de 6 en 8% valt, zou ik zeggen 4 sterren van de 5 zou ik toekennen hiervoor. Omdat het rendement best wel behoorlijk is en dus hiermee 4 van de 5 sterren verdient. Voordat we verder gaan met kijken in welke situatie jij je bevindt en welke producten daar het beste bij passen, wil ik je vragen om op dit kanaal te abonneren. Aangezien je nog steeds aan het kijken bent, vind je het waarschijnlijk interessant. Zoals gezegd, elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En kijken we dan naar de eerste situatie waarin jij je bevindt met je spaargeld. Dat is meestal het emergency fund of het noodgevallenfonds. Eigenlijk een spaarpotje dat je alleen wilt gebruiken in uiterste gevallen. Of in ieder geval om geld achter de hand te hebben. Meestal raad ik aan dat het minstens 1000 euro is en uiteindelijk opbouwt naar 3 maanden van je maandelijkse kosten. Stel je hebt vaste lasten van 1500 euro in de maand. 3 maanden, dus dat is 4500 euro. Nou, dit geld wil je eigenlijk altijd op een spaarrekening zetten. Waarom? Het levert niet veel op. Het kost je eigenlijk geld. Maar het is veel belangrijker dat je ten eerste het geld er is als je het nodig hebt. Dus de veiligheid is heel erg belangrijk. En ten tweede is de bereikbaarheid heel erg belangrijk. Want je wilt eigenlijk binnen een dag, maar zeker binnen een paar minuten bij een spaarrekening, kunnen beschikken over dat geld om het over te schrijven naar je betaalrekening en bijvoorbeeld je auto te laten repareren, de cv-ketel te laten maken als het midden in de winter is, dat soort dingen. Dus dat weegt veel meer op dan het rendement wat je hebt. Dus die rente die valt heel erg tegen. Maar juist de veiligheid en bereikbaarheid zijn heel belangrijk. En vanuit daar zou ik zeggen, stop altijd de eerste 3 maanden aan onkosten die je kunt hebben op een spaarrekening. Nadat je deze 3 maanden hebt, wil je eigenlijk je buffer gaan uitbreiden naar zeg maar 6 maanden of afhankelijk van je situatie. Misschien heb je kinderen of wil je volgend jaar een eigen bedrijf starten, heb je iets meer onzekerheid naar 12 maanden aan kosten. Nou, aangezien je dit geld meestal niet direct nodig hebt, kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld op een depositorekening te zetten, dus het voor 90 dagen vastzet. Of je zou ervoor kunnen kiezen om het in obligaties te doen. In beide gevallen heb je dan wel de veiligheid en de zekerheid dat het geld er is. Alleen in de tijd dat je terug kunt halen, die is vaak wat beperkter, zeker als het vaststaat. Bij obligaties kun je dus op de beurs verhandelen, heb je vaak ook nog iets hoger rentepercentage. Dus die twee dingen zou wel een goede keuze zijn om het geld wat je extra buffer, zeg maar, buffer tussen 3 en 6 of 3 en 12 maanden in een depositorekening te zetten of in obligaties. Heb je dan nog steeds spaargeld over, dus heb je nog meer dan 6 maanden aan spaargeld of meer dan 12 maanden aan spaargeld, dan is het verstandig om te gaan kiezen voor crowdfunding of aandelen en eigenlijk nog de combinatie, omdat je op die manier je risico kunt spreiden. Dat is een beetje afhankelijk van waar jouw voorkeur naartoe gaat. Ik zou persoonlijk eerder in aandelen stappen en daar een indexfonds of een ETF doen. Dan heb je ook je risico direct gespreid, lage kosten. Je weet dat op lange termijn 7% rendement kunt verdienen op de beurs. En bij aandelen kun je direct eigenlijk op de beurs weer verhandelen. Dus stel je wil er van af, dan kun je ze weer verkopen. Vaak binnen een dag, maar vaak ook wel zeker binnen een week. Dus dat biedt iets meer zekerheid of iets mooier rendement, zo moet ik het zeggen, dan crowdfunding. En je kunt ook wat sneller bij je geld dan bij crowdfunding. Maar allebei deze opties zijn natuurlijk goed. Dus heb jij extra spaargeld, meer dan 6 of 12 maanden, verdeel dat dan over crowdfunding of aandelen. En dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze video. De komende video ga ik kijken over hoe je aandelen kunt beoordelen. Ik heb al eerder video's gemaakt over hoe je aandelen kunt kopen en welke je moet kopen. Maar stel je hebt een bepaalde preferentie naar een aandeel in een bedrijf. Hoe kun je nou gaan beoordelen dat je dit bedrijf de juiste waarde heeft op dit moment op de beurs? Is het wel de goede waarde om het aandeel te kopen? Er zijn heel veel methodes voor. Het zal dus ook wel een reeks aan video's worden. Maar in de komende video gaan we de eerste methode toepassen. En gaan we kijken hoe je op die manier een aandeel kunt waarderen. En is het dus de juiste prijs om het te kopen? Vond je dit nou een leuke video en wil je meer video's zien? En ben je nog steeds geen abonnee nadat ik het al 2 keer heb gevraagd in deze video? Abonneer je dan op dit kanaal onder deze video. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat ik even weten in de reacties onder deze video waarom je het goed of minder goed vond. Heb je nog vragen, opmerkingen, noem het maar op. Laat het ook in de reacties weten. En zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.